Dan denk je misschien, waarom filmt die jongen stilstaande auto's op zijn snelweg, vlakbij huis overigens? Nou, hierom. Hey, leuk man, handbak. Echt topkeuze onder dit soort omstandigheden. Over mijn auto en dan kan ik denken, ja, maar daar hebben jullie toch een format voor waarbij je in auto's van bezoekers gaat rijden en dan zou Casper inderdaad ook in mijn auto een stukje kunnen rijden. Gaan we nog doen, Casper? Gaan we nog doen? Maar ik wilde ook nog wat, ja, gewoon even vertellen over waarom ik deze auto heb gekozen. Ja, die vraag die komt natuurlijk wel voorbij, hè. Wat rijdt Wouter nu? En waarom rijd je dat? En wat is je favoriete auto? Nou, favoriete auto is natuurlijk altijd weer een beetje budgetgebonden en zo. Maar ja, waarom de keuze voor de BMW M135i? Met handbak trouwens. Die handbak komen we later ook nog wel even op terug. Is wel heel lekker voor deze auto. Alhoewel de automaat natuurlijk ook briljant is. Je zocht een beetje aansprekende auto. Beetje power. Praktisch genoeg. Twee kinderen. Kijk, staan er een onwijs zooi met die kids, hè. Valt hier trouwens allemaal mee. Sleutels, nee. Handig. Kassantje heeft ze gegeten. En daar ligt de zuignap. Erin natuurlijk ook nog een kinderzitje met z'n vieren in de 1-serie is wel een beetje krap. Maar nou, het kan. Maar het doet eigenlijk nooit. Op zich is dit niet de familieauto. We hebben nog een bus, zoals ik hem altijd noem. Een SUV van Volvo XC60. Die overigens binnenkort waarschijnlijk weer wordt omgewisseld voor iets anders. Maar goed, dat geldt terzijde. En als je het dan hebt over praktisch, kunnen kinderen mee, een beetje leuk, aansprekend. Dan zullen mensen denken, hey, maar je had iets geels. Een Audi toch? Een S4. Ja, dat klopt. Maar ik wilde wat anders. En ik had ook wel redenen om wat anders te willen. Ja, die zijn er natuurlijk altijd. Dat snap je ook wel. Dat was een youngtimer. Dat betekent een beetje op leeftijd. Dat betekent dat je gewoon af en toe dingetjes hebt. Dat is niet zo erg. Dat hoort erbij. Dan hebben we ook fiscale voordelen. Dus dat is op zich prettig. Wat ik ook wel mist is gewoon een car kit die altijd meteen de telefoon pakt en dat soort zaken. En los van dat het gewoon überhaupt kriebelde, dacht ik van ja, het is wel gaaf vierwielaandrijving. Het heeft zo zijn voordelen. Maar in Nederland, als het mooi weer is, vind ik het ook wel een tikje saai. Gewoon voor mij persoonlijk. Het is beter. Nu wordt het weer wat minder. En dan denk ik, ja, dan was vierwielaandrijving met dit soort vermogens ook wel prettig geweest. ME35i heeft af en toe tractieprobleempjes. Een Audi S4 voldoet wel aan de eisen en wensen, behalve, ja, ik had gewoon geen zin meer in vierwielaandrijving. Dus ik wilde of een achterwielaandrijver of een voorwielaandrijver en een beetje praktisch. Er moeten twee kinderen in kunnen. Nou is mijn dochter heel erg ziek geweest, is nog onder behandeling. Ik weet niet of jullie dat weten, is ook geen geheim, maar ze heeft leukemie, daar is voor onder behandeling. Nou, dat is pittig. Bijwerkingen kunnen pittig zijn. In haar geval is echt daar heel erg pech gehad. Nog bovenop leukemie. En betekent dat ze nu in een rolstoel zit. En die moet af en toe mee. Ze is weer aan het leren lopen. Maar die rolstoel moet gewoon af en toe mee. En dat betekent dus dat die rolstoel ook gewoon mee moet in mijn auto. Ik heb heel even in een Audi TT nog gereden. Die had ik ook. Die is vakkundig verwijderd uit mijn eigendom. Moet het kapot? Door iemand die dacht, nou, leuke auto, die neem ik mee. Ja, best wel kut. Kon er ook nog wel bij dit jaar. Maar goed, toen had ik deze auto wachtgrond, dus dat scheelde al wel. Die TT kon ik de rolstoel kwijt, dus ik kon de wielen eraf en zo. En dan kon ik precies, met als de bank een klein beetje plat lag, kon die mee. Maar dat is heel erg onhandig. Maar bijvoorbeeld in een Audi RS3 limousine
past die niet in een BMW M4 CS, past die niet in de kofferbak allemaal. Dus dan moet je hem in het interieur kwijt gaan raken. Kan wel, hè, een dekentje neerleggen en dan beschadig je op zich niet zo heel snel het interieur. Behalve als je dat natuurlijk jaar in jaar uit gaat doen, dan natuurlijk wel. In een BMW M67 Li X-Drive past die overigens wel in de kofferbak, moesten nog steeds die wielen eraf. Maar dat is wel vrij irritant, want je kan je voorstellen dat je het gewoon af en toe, moet ik mijn dochter Evelien meenemen, en dan rijden we even 5 minuten ergens toe, moeten we samen eruit, moeten we even iets halen en dan gaan we er weer in en dan gaan we door. Dus dan continu die rolstoel in en uit elkaar moeten halen is gewoon irritant. Dus ik wilde een auto waar dat gewoon in past. Dat betekent of een hatchback of een station. Dan is er nog steeds heel veel auto's die overblijven. Ik wilde een voorwiel of een achterwiel aangedreven. Dus ik heb gekeken naar Golfjes GTI, Seat Leon Cupra. Meer gekeken, BMW 3 Serie Touring, BMW 1 Serie. Nou, voilà. BMW 3 Serie, ik vind de sedan eigenlijk het mooiste. Dat vind ik eigenlijk gewoon het mooiste. Maar dat was dus niet heel erg handig. Nou, de Touring zou kunnen. En ik ging kijken ook. Op een gegeven moment een Alpina B3 bij mijn vrienden handelaar voorbij. Dat vind ik ook leuk. Maar ook wel weer een beetje op leeftijd was die. Die was 8 of 9 jaar oud. Dacht ik, ja. Dan ga je potentieel weer met gewoon, nou, regelmatig onderhoud. Gewoon dingetjes die je kunt hebben. Nou, dat wilde ik niet. Golf GTI. Wel heel gaaf. Twijfel ik nog steeds over. Seat Leon Cupra. Er stond op een gegeven moment een station te koop. Is er ook een station? Seat Leon. Ja, dat is wel een briljante auto. Hè. Voor het geld wat die auto biedt. Echt absoluut briljant. Behalve interieur en navi en zo. Het is wel oké. Maar ja. Ik ben een beetje een premium jochie wat dat betreft. Ik vind het toch wel heel mooi als het net even wat meer dan oké is. Dus ja, het viel allemaal af. Nou ja, dan heb je inderdaad nog een BMW 335i Touring van de laatste generatie. Ook al naar gekeken, maar de spoeling daar is relatief dun. Veel meer 328i's. Dus het moest op een gegeven moment gewoon een M135i worden. Rolstoeltje past in, kunnen 2 kinderen in, zie je een auto waarmee je met de hele familie op vakantie makkelijk gaat. Maar het is wel echt zo'n lekker ding. Het is echt snel. Hier ben ik, maar mijn auto, komt die dan? Nee, lekker dan. Oh, deze is heel hoor. Leuk. Ja man, lekker! Nou, je kent de specs natuurlijk, hè? 320 pk achterwielaandrijving. Overigens veel X-Drive auto's ook te vinden, zeker in Duitsland. Wat ik begrijp met nu gewoon wat meer slechtere weersomstandigheden, want dat je grip mis je wel. Er komt ook bij M135i affabriek, geen spare differentieel. Dus je krijgt gewoon één wieltje wat er als eerste gaat spinnen. En zeker als het wat natter is, dan merk je dat hij echt wel moeite heeft om zijn vermogen kwijt te raken. Natuurlijk, als je ESP en zo aanlaat of in de M-Dynamic Mode, dan helpt dat wel een beetje. Maar het is toch wel leuk om gewoon af en toe een beetje te spelen en zelf binnen de lijntjes te blijven. Of lijntjes te trekken. Ik heb ook heel lang getwijfeld tussen handbak of automaat. Automaat is wel heel fijn. Ik rij veel ook in file en zo. Best wel druk. En dan heb je echt niks aan de handbak. Die last ervan is ook overdreven, maar het is wel makkelijker met een automaat. Maar ja, weet je, over een paar jaar hebben we misschien überhaupt amper handbakken meer. Ja, weet je, in de Volkswagen Up van je vriendin wilde ik zeggen, maar je kan ook zelf in de Up rijden natuurlijk. Maar weet je, in die lagere klasse blijft het maar met dit soort auto's. Gaat zo rap, maar gewoon alleen maar automaten. Ja, handbak maakt het wel lekker. Hè? Want nu rij je gewoon in zijn 6, dan geeft hij even lekker vol gas. Dan accelereert hij gewoon moeiteloos. Bij een automaat, wat je toch altijd krijgt, die terugschakelen, een beetje moeilijk doen en zo. Weet je, dat kan wel, het werkt beter. Het is misschien ook wel sneller met een launch control. Maar ik vind dit gewoon voor zelf rijden en zelf, zeg maar, ook al misschien een keer misschakelen. Gewoon, hè, niet meer goed schakelen.
Hij heeft gewoon echt wel zijn charme. Dat vind ik gewoon leuk. Maar moet ik zeggen, als deze auto met automaat was geweest, dan had ik dit specifieke exemplaar, dan was ik daar misschien ook wel voor gegaan. Ik bedoel, ik heb hem tweedehands gekocht, dus het is ook niet zo dat ik zei, ik heb echt specifiek dit aangevinkt. Een aantal dingen wilde ik graag. Stoelvorming, nou, dat hebben alle 1M35's. En ik had 8 wiel aandrijving. Lekker veel pk's, goede navi, goede karkje. Nou, dat is allemaal standaard op die M135i. En dat is überhaupt wel zo. M135i, wat is daar leuk aan? Net zo'n een beetje mijn Golf GTI en Audi S3 en al die modellen. Ze zijn meteen goed uitgerust. Dus je hebt sportstoelen, wat bij BMW echt wel heel fijn is. In dit geval nog elektrisch verstelbaar. Ook lekker met geheugen en zo vind ik toch fijn. Alhoewel het kost 1000 piek zoals je nieuw erbij bestelt. Dus als ik dat zelf zou moeten aftikken, dan zou ik misschien toch weer twijfelen. Zo is het ook. Maar sportstoel heeft hij dus. Maar ook gewoon ja, mooie velgen. Net een iets lager onderstel. Iets agressievere M-pakket. Je kunt M135i in ieder geval herkennen. M144 volgens mij ook. Dan heeft hij geen mistlampen voor. En we zien natuurlijk ook wel vaak gewoon een 114D met M-pakketje. Ze bijna niet uit te halen. Maar van de voorkant kan je het in ieder geval zien. En van de achterkant natuurlijk ook. Omdat je dan... toch leuk. En dan heb je natuurlijk die twee uitlaatjes naar achteren. Dus... nou ja, briljant. Ik wilde hem even jullie voorstellen met een beetje, nou ja, het betoog eronder van waarom dan deze auto. Nou, een aantal redenen voor gegeven. Heb ik nog plannen met deze auto? Jawohl. Alarm. Goed, alarm is er al ingegaan. Dankjewel Fleet Access. Dat jullie mij daarbij hebben geassisteerd. Dat komt een beetje doordat die TT mij ontnomen is. Nu daar toch even, ja, even wat meer prioriteit denk. Nou, laten we deze dan in ieder geval bij mij voor de deur houden. Niet bij iemand anders. Een aantal dingen die ik zou willen doen, maar sperdifferentieel verdient deze auto wel, maar het is wel een prijzige optie. Andere uitlaat zou ik leuk vinden, maar ben ik nog niet helemaal uit of dat echt moet. Ik vind hem best oké klinken zo. Gewoon maar even kijken wat we er allemaal mee kunnen doen. Als je suggesties hebt of je werkt bij een bedrijf en je doet leuke dingen. Mail maar. Nee, ja, weet je, willen we nog gewoon jullie ook wat meer meenemen in dat ik met deze auto rij en waarom ik in deze auto rij en wat ik er een beetje mee doe. En Casper gaat ook nog een keer rijden.